Hallo allemaal, mijn naam is Kjeld en leuk dat jullie allemaal weer kijken en luisteren voor de ploegentijdrit in parijs nice met verschillende regels. Het is een 32 kilometer vlakke ploegentijdrit, twee bochten en het is niet heel erg technisch, maar de regels zijn dat de eerste renner die over de finish komt de tijd zet van het team en enkele andere renner bepaalt zijn eigen tijd op het moment dat die over de finish komt. Normaal gesproken in de ploegentijdrit zagen we al vier renners over de finish komen en die tijd telde dan, maar deze keer is een enkele. Renner die je tijd van het team kan bepalen. Het verandert niet veel voor de klasse Mensrenners, want die moeten zorgen dat ze bij de eerste renners finishen. Zo niet de eerste, als er maar één renner finishen. Maar ik was heel erg benieuwd wat de nieuwe strategieën zouden kunnen zijn van verschillende ploegen. Jumbo Visma was de ploeg die de grote favoriet was, want ze hadden een meervoudig wereldkampioen. Tijdrijder Rohan Dennis in het team, de tijdrit wereldkampioen. Momenteel Tobias Volgegaard trad niet van. Hoydonk en Affini, wat ook gewoon hele goede tijdrijders zijn. Maar ze wonnen met slechts anderhalve seconde voorsprong op IF Education Easy Post. Jaiko Alula, derde op 4 seconden. Kupama vierde op 14 seconden. En UAE, vijfde, slechts 23 seconden langzamer dan Jumbo. En dat is voor hun, denk ik, een absolute overwinning. Bora, zesde op 25 seconden. Soetal, quickstep, zevende voortrek, Bahrein verliest 48 seconden. En Ineos de tiende tijd op 9. 49 seconden, dat is voor hun doen denk ik een hele matige tijd want ik had ze wel uh, boven een Trek, Barrein en uh, Bora en ook vooral Sudo Quickstep uh, verwacht dat ze die zouden verslaan want die verloren al uh, twee van hun uh, renners uh, met nog 27 kilometer te gaan. Voor het grootste deel van de eerste helft in de ploegentijdrit waren er heel weinig verschillen tussen de tactieken van de ploegen want sommigen hielden hun team uh, bij elkaar zoals uh, Ineos die hun team echt bij elkaar hield en in de laatste 2 kilometer lost er steeds een renner en ze finishten met Narvaez, Martinez en Sivakov tegelijk. De eerste renner van Jumbo, die was gelost, was Kooi na het eerste tussenpunt ongeveer. En ze finishten met de drie renners Vingegaard, Tratnik en Van Hoydonk. Ik weet niet of ze Van Hooydonk probeerde in de leiderstrui te krijgen. Want hij pakte twee bonus in de vorige etappe. En misschien is dat de reden dat hij bij Jonas bleef. Want anders zou hij uh, al zijn energie uh, vind ik moeten besteden om uh, Jonas solo te lanceren. UAE deed eigenlijk precies het tegenovergestelde door Pogacar te lanceren. Grootschartner was al uh, vroeg in de problemen. Maar in feite bleef ze toen ook heel lang met de zes bij elkaar. En eigenlijk met de uh, 10 kilometer te gaan loste. Hun uh, zesde renner. En uh, met drie kilometer uh, te gaan, ongeveer. Loste er weer een uh, renner. En uh, Bjerk in de laatste kilometer. Deed zijn laatste beurt. En uh, Pogochar lanceerde uh, in feite zichzelf. In de laatste 500 meter. En sprinte naar de finishlijn. Dat was echt uh, geweldig uh, om te zien. Maar of het efficiënter is. Dan de strategie van uh, Jumbo Visma. Die in feite vijf renners uh, overhielden. Met nog uh, 1,2 kilometer te gaan. En in de laatste kilometer begonnen dan steeds rennen te lossen weet ik niet maar in ieder geval die sprinten van Pogacar in de laatste ongeveer 400 500 meter zorgde er wel voor dat hij ook weer 10 seconden inliep op Jumbo op een gegeven moment toen Jumbo Visma over de finish kwam dacht ik Nathan van Hoydon gaat de leiderstrui in maar ik had ook niet verwacht dat IF nog zo dicht bij de tijd van Jumbo zou komen want bij het tussenpunt waren ze ongeveer 10 seconden langzamer dan Jumbo maar van het tussenpunt naar de finish hebben ze 9 seconden Goed gemaakt. En eigenlijk door die bonusseconde die Magnus kort in de vorige etappe pakte. Door derde te worden. Is hij nu de nieuwe leider in het klassement. Met een seconde voorop van Hoydonk. Matthews derde op 3 seconden. Vingegaard heeft een 4 seconden voorsprong op Yates. En op Pogacar 14. Dat gat dus veel minder dan dat ze gehoopt hadden bij Jumbo Visma, Maar ook met de bonus die Pogacar in de rest van de etappes nog extra kan pakken op Vingegaard ik moet zeggen dat ik het best wel een goed nieuw format vind voor deze tijdritten. Het laat veel opties open voor teams om dingen op verschillende manieren te spelen, tactieken en zo. Ik vond het zelf ook leuker om naar te kijken vanaf het begin tot het einde dan de gewone tijdritten. En ik denk ook dat het even nog wel zal duren voordat de teams ook de beste tactieken voor dit format hebben bedacht. En het lijkt mij ook niet heel gek om te zeggen dat als dat gebeurt het misschien wel in een grote ronde een keer kan worden gebruikt. Allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video nou leuk doe dan zeker even de blauw duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan ook even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te zetten. Dan mis je niks van de komende video's die online gaan komen. En dan zie ik jullie morgen graag weer terug bij de nieuwe video over Parijs. Die dan ga ik uitgebreid de vierde etappe bespreken. Laters!